Casco UV Defense is geschikt voor de meest gevoelige huidtypes. En deze kun je ook echt op elke huid dus inzetten. De UV Defense zorgt ervoor dat de meest gevoelige huiden worden gekalmeerd. En dit komt door de zoete amandelolie die erin zit, die de huid heel erg mooi in balans brengt. Aloe Vera, dat is een heel erg mooi verkoelend werkstofje wat onze huid gaat kalmeren en verkoelen. Ook zit er een werkstof in en die komt uit een paddenstoel. Het werkstofje heet schizofilaan en dat is een keten van suikers wat het vocht van jouw huidsoort aan gaat trekken. Dus heel mooi jouw vochtbalans gaat vasthouden. En betaïne, ook een hele mooie werkstof wat dus de verdeling van het vocht tussen de cellen gaat reguleren. Nou, al deze werkstoffen zorgen ervoor dat dit echt een volwaardige dagcrème is, wat ook onze huid gaat herstellen en voeden. En de natuurlijke SPF 40 zorgt ervoor dat het zowel beschermt tegen de zonnestralen. Zonnestralingen die kunnen onze huid sneller laten verouderen, dat is de UVA van aging. En de zonnestralen kunnen onze huid rood maken en verbranden, dus ook echt beschadigen. En dat is de UVB. Beide stralingen zorgt deze factor ervoor dat het hiervoor gaat beschermen. Het is een hele fijne factor. Ik zal hem even kort laten zien aan jullie hoe zacht die uitsmeert. Met een heel makkelijk pompsysteem. Zo blijft hij ook altijd hygiënisch en schoon voor de meest gevoelige huidtypes. Ik ga de andere kant ook mooi aanbrengen. Wat fijn aan deze dagcrème is dat hij ook meteen lekker intrekt. Hij voelt niet vettig aan en mijn huid kalmeert er altijd ontzettend fijn door. Omdat ik een hele gevoelige huid heb. En hij zit. Ontzettend fijne crème. Genaamd de Pasco UV Defense.